Een harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Staatsolie stort ruim $180 miljoen in staatskas. Suriname in de startblokken voor CARICOM-voorzitterschap en staatshoofdenvergadering. Academisch ziekenhuis Paramaribo beschikt over eerste hersenperfusiescan in Suriname. Minister McAndrew vraagt inzet arbeidsinspecteurs voor bescherming werkenden. Douane neemt nieuwe containerscanner in gebruik. En regering werkt aan meer uitgebreid rampenbestrijdingsplan. De staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een winst voor belasting van $213 miljoen. Hiervan is $186 miljoen in de staatskas gestort. De maatschappij heeft op donderdag 5 mei 2022 tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op het kabinet van de president haar jaarverslag aan president Chandrika Persat Santokhi gepresenteerd. Wij spraken algemeen directeur Anand Jagesar. We hebben $213 miljoen aan winst voor belasting gehaald. En we hebben ongeveer $186 miljoen aan de staat overgedragen. Miljoen US dollar, dus dat is vandaag gerapporteerd. En natuurlijk, we rapporteren over al onze activiteiten. We produceren olie op Saramacca. Dat hebben we met 6 miljoen barrel hebben we onze target gehaald. We raffineren olie op Tutlifo. Dat is ook goed gegaan. 3 miljoen barrel gasoline en diesel hebben we geproduceerd. En we produceren stroom vanuit Afobakka en ook vanuit Tutlifo. En ook die targets hebben we gehaald. Dus dat hebben we vandaag gerapporteerd. Maar wat ook erg belangrijk is voor de toekomst van Suriname is offshore. Dus men boort continu om reserves te vinden om over te gaan tot een productie. En dat hebben we dus dit jaar hebben we dat ook gerapporteerd aan de aandeelhouder. Het ziet er goed uit en de maatschappij is bijna zover. Dat zijn Total en Apache in blok 58. Om een beslissing te nemen om over te gaan tot de investering. Er is veel reward natuurlijk. Dus je hebt veel succes met de maatschappij. Maar we maken nu mee met de overstromingen in de benedenstroom van de Suriname rivier is er ook veel kritiek. En dat hoort allemaal bij die job. Dus we moeten tot een goed einde brengen. En we proberen de mensen zo goed mogelijk te compenseren. Maar zo zijn er altijd mooie dingen die er gebeuren. Maar ook moeilijke zaken die je moet adresseren. Onshore is op Saramacca. Daar hebben we die 6 miljoen barrels geproduceerd. Maar offshore is wat men noemt een game changer. Hè? Dus het is 6 miljoen barrel per jaar produceren we in de onshore. In de offshore gaan we misschien wel 150.000 per dag produceren. Dus dat is dan, op jaarbasis is het een enorme hoeveelheid dat natuurlijk het land veel geld gaat opbrengen. Dus vandaar dat we heel erg gefocust zijn nu op de offshore. In principe heeft offshore de potentie om Suriname heel erg rijk te maken. En daarom moet je erachteraan gaan. Het gaat niet snel genoeg voor de Surinamers, denk ik. En ook voor ons niet. Maar offshore, het is 120 kilometer uit de kust. In waterdieptes van 1 kilometer. En dan moet men nog 6 kilometer de grond inboren. Dus je begrijpt, het is niet makkelijk. En vandaar dat het wat tijd vergt. Zoals ik net zei, de investeringsbeslissing hopen we dat we in de komende periode gaan nemen. En dan komt er olie in de toekomst. En dan kan Suriname, net als Guyana, olie gaan produceren in de offshore. De Republiek Suriname zal ingaande 1 juli tot en met 31 december 2022
invulling geven aan de voorzitterschap van de Caribbean Community CARICOM. In deze hoedanigheid is ons land van 4 tot en met 6 juli gastheer van de 43ste reguliere vergadering van de CARICOM staatshoofden en regeringsleiders. De voorbereidingen naar deze voor Suriname belangrijke periode zijn reeds in volle gang. U hoort meer hierover van minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De 43ste CARICOM staatshoofdenconferentie, bestaande uit met participatie van alle regeringsleiders, gaat plaatsvinden begin juli hier. De verwachting is dat ze op 2 juli hier gaan aankomen. Hopelijk hebben we alle staatshoofden op 3 juli in de ochtend vanwege onze vluchten. Die vroeg in de ochtend zijn al in Paramaribo. En dan zullen er een aantal activiteiten op 3 juli plaatsvinden, op 4 juli en op 5 juli. En de verwachting is dat de meeste gaan vertrekken op 6 juli. Dus van 2 tot en met 6 juli is er aardig wat drukte in Paramaribo en in Suriname. Oh, er zijn verschillende vraagstukken. Het is de reguliere CARICOM-agenda. Dat betekent dat een groot deel van de agenda wordt bepaald door het CARICOM-secretariaat en de Community Council, dat is de ministers van Buitenlandse Zaken die dan gaan kijken naar de agenda die op dat moment speelt. Laat me duidelijk zijn, de agenda wordt niet door Suriname alleen bepaald. De staatshoofde, ook onze president, heeft de gelegenheid om agenda-items toe te voegen, indien hij dat wenst. Maar het grootste deel van de agenda zijn reguliere items. Ik noem iets, de gemeenschappelijke economische markt staat altijd hoog op de agenda. En dat is waarschijnlijk ook de prioriteit voor deze meeting. Het ontwikkelen van bepaalde sectoren om onze economie, Caribische economie, een boost te geven. Dus met name in de agrarische sector, daar zal veel over worden gesproken. Ook over industriële productie, de nieuwe verantwoordelijkheid van de president van de Republiek Suriname. En dan zijn er issues zoals veiligheid, klimaatverandering, COVID-19, hoe we daarmee omgaan. En er zijn soms specifieke issues met betrekking tot de regio, ICT. Het kan gaan om multilaterale issues, dus regionale politieke issues. Het kan gaan over wereldissues, zoals de situatie in Oekraïne. Al dat soort dingen zijn standaard op de agenda. Op dit moment lopen de voorbereidingen goed, inhoudelijk. En ik verwacht een zware agenda. Vanwege ook de regionale ontwikkelingen. We gaan de Summit of the Americas hebben in begin juni. De verwachting is dat tijdens de juli-conferentie hier daar ook over gesproken zou worden, over het vervolg daarvan. Die taken van de commissie zijn precies om datgene wat ik daarnet gezegd heb, inhoudelijk voor te bereiden. Dus achtergronddocumenten op te stellen, analyses te maken, de briefingdocumenten voor de president ready te hebben, het Surinaamse standpunt voor te bereiden op al deze issues, mogelijke initiatieven die de president graag zou willen ondernemen om die uit te werken en ready te maken om tijdens de conferentie te bespreken. De conferentie is in het Engels, wij spreken Nederlands, dus dat betekent ook dat de inhoudelijke commissie zich voornamelijk in de Engelse taal moet bedienen. En we hebben ook alle ministeries die onderdeel zijn van de inhoudelijke commissie gevraagd om alle hun documenten in het Engels aan te leveren. Dat maakt het veel makkelijker. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo beschikt over de eerste hersenperfusiescan in Suriname. Met dit apparaat is het mogelijk om onder meer de doorbloeding van verschillende delen van de hersenen in beeld te brengen. Met de hersenperfusiescan ziet het AZP een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Het betekent tevens verbetering van de kwaliteit van de zorg. Radioloog Iswardat Takur gaat nader in op het belang van dit apparaat. De hersenperfusiescan is een techniek die we binnen de CT-scan gebruiken.
De hersenen af te beelden bij mensen die een herseninfarct of een verlammingsaanval hebben gekregen. Om bij die mensen de hersenen af te beelden om te kijken welk deel van de hersenen beschadigd zijn, schade hebben gekregen. En hoeveel daarvan nog te redden is door behandeling zo snel mogelijk toe te passen. Deze CT-scanner is door de overheid aangeschaft vorig jaar. Wij hebben ons projectdossier, het ACP heeft het projectdossier ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid. En de minister van Volksgezondheid heeft dit opgebracht bij de Raad van Ministers, waar er besluit is genomen om voor het ACP deze scanner aan te schaffen. De scanner is beschikbaar 24/7 voor de gehele gemeenschap. Wij zijn de het enige ziekenhuis waar er een spoedeisende hulp is die 24 uur open is. Dus deze scanner was nodig voor het ziekenhuis, maar zeker voor de gehele Surinaamse gemeenschap die nu gebruik kan maken van deze scanner die 24 uur beschikbaar is. Een hersenperfusiescan is een CT-scan onderzoek. Het verschil tussen een MRI en een CT-scan is dat een CT-scan gebruik maakt van röntgenstralen. En een MRI-scan maakt gebruik van een magnetisch veld met daarbij combinatie van radiogolven. Dat zijn patiënten die verwezen worden door specialisten, om welke reden dan ook. Maar ook de grootste groep patiënten die voor de hersenscan, die komen via de EHBO binnen. Dat zijn patiënten die thuis of een aanval krijgen, een verlammingsaanval. Of een tweede grote groep zijn de mensen die betrokken zijn bij verkeersongelukken. Werknemers moeten volgens minister Steven McKendro van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken kunnen rekenen op de dienst Arbeidsinspectie. Het vertrouwen dat er is in deze afdeling van het ministerie mag volgens de bewindsman niet geschaad worden. Hij vraagt inzet en toewijding van deze groep ambtenaren. Minister McAndrew heeft de arbeidsinspecteurs op woensdag 4 mei toegesproken tijdens een bezoek aan de arbeidsinspectie. Hij spoorde de ambtenaren aan om zich meer dan ooit in te spannen voor de bescherming van alle werkenden in ons land. De bewindsman heeft het personeel laten blijken dat arbeidsbescherming een van de speerpunten is van zijn beleid. In deze is er een bijzondere rol weggelegd voor de arbeidsinspectie. In het kader van het Decent Work Country Program zal de minister zich inzetten voor de verdere modernisering van de arbeidsinspectie, met name de versterking van de handhavingsfunctie. De arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de arbeidswetgeving als ook de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens het verrichten van werk. De douanedienst beschikt over een nieuwe containerscanner. Dit apparaat is op donderdag 5 mei 2022 ceremonieel in gebruik genomen tijdens een bezoek van president Chandrika Prasad Santokhi aan de dienst der invoerrechten en accijnzen. De nieuwe scanner maakt deel uit van tal van projecten om de douanedienst verder te professionaliseren. President Santokhi spreekt de hoop uit dat de scanner ertoe zal leiden dat de douane haar visitatiewerkzaamheden effectiever en efficiënter kan uitvoeren en dat dit de kwaliteit van de dienst ten goede komt. Volgens het staatshoofd is moderne technologie nodig om hetgeen het oog niet kan waarnemen zichtbaar te maken. Directeur Ismaël Kalaikan van de Belastingdienst zegt dat het plaatsen van scanners op de havens prioriteit geniet. De nieuwe containerscanners op de rivierhaven moet in dit kader worden gezien. Het ligt in de bedoeling om later dit jaar ook een palletscanner aan te schaffen. Met deze faciliteiten worden belangrijke stappen gezet richting het moderniseren van de douanedienst. Er wordt met een klein team gewerkt aan een rampenbestrijdingsplan om in geval van de worst-case scenario's ready te zijn.
Zo reageerde minister Albert Ramdin namens de regering op vragen van het parlement inzake de wateroverlast in het binnenland en het plan van aanpak. De bewindsman deelde het college ook mede dat een clusterteam van ministers zich zal buigen over het mitigeren van het vraagstuk. Hij riep op geen conclusies te trekken of een verkeerd beeld te geven aan de samenleving. Het gaat volgens hem om een nationale kwestie. De eerste zorg, en dat is ook het eerste punt waarmee we bezig zijn, is de onmiddellijke zorg. De korte termijn acties die genomen moeten worden. We willen mensen helpen om uit een onveilige situatie te komen. Die exercitie is gaande. Gelukkig was er een moment van daling van de waterstand. Het is een beetje meer geworden gisteren. Maar het wordt gemonitord. We hebben ook de rapportage gestuurd. De situatierapportage van NCCR. Wat uitgebreid is tot in detail gaat op het niveau van individuen die zijn verplaatst. Dat is het eerste aspect. Het tweede aspect is die brok op Onderdam. Ja, wij willen ook met zekerheid weten dat er geen issue daar is. En daar is een technisch team. En ik wil graag horen van de, via u van de spreekster welke andere experts misschien andere opvattingen hebben. Gewoon het noemen van informatie is niet voldoende. Dus als er meer informatie is dat anders ligt, dan horen we dat graag. Dan willen wij die informatie hebben en niet andersom. Want we hebben alle informatie gegeven op heel technisch niveau. Staatsolie heeft presentaties gehouden over de historie, de projecties, de wijze waarop ze de integriteit van de dam meten. Ook door een onafhankelijk bureau. We zijn bezig met het buitenland om specialisten te krijgen om nog meer onderzoek te doen. Zodat we dus dingen bevestigd kunnen krijgen. Zodat er een stukje, ja, niet alleen veiligheid is, ook maar een comfortabel gevoel. Dat is het tweede punt. Het derde punt heeft te maken met de kwestie van, zoals is gezegd hier eerder, een rampenbestrijdingsplan. Daar wordt met een klein team aan gewerkt om in het geval van de worst case scenario's ready te zijn. En dat is heel uitgebreid en daar zal, wanneer het rapport klaar is, wanneer de plannen zijn uitgewerkt, er zijn rampenbestrijdingsplannen, maar hier gaat het om een grotere calamiteit als dat zou gebeuren. Dus wij moeten veel ruimer denken hier. Daarover zullen we dan uw college informeren, dat hebben we ook beloofd. En het laatste is nauwelijks gisteren besproken onder leiding van de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Zal een cluster van ministers praten over structurele oplossing van dit vraagstuk of in ieder geval het mitigeren van het vraagstuk. Daaronder valt ook gesprekken met de betrokkenen met betrekking tot waar men kan bouwen en niet kan bouwen. En dat is heel snel gezegd, maar er komt veel meer bij kijken. Want mensen kunnen op hoger gelegen gebieden gaan bouwen, maar dan is er watervoorziening nodig, elektriciteitsvoorziening, toegang tot dat gebied, het ontbossen en al dat soort dingen. Dus het is makkelijk om erover te praten en deskundig oordeel te willen geven, maar wij praten met de deskundigen. Dus laten we geen conclusies trekken, verkeerd beeld geven aan die samenleving, want dit is een veel te ernstige situatie om daar stemmingmakerij mee te maken. Want dat is absoluut niet wat we nodig hebben. We hebben afgesproken onder uw leiding dat dit een nationale zaak is. En dat het ook in die context besproken moet worden. En niet in een politieke zin. Dank u wel. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.